mooi combi zo. Zoals Dering zei, en mijn reacties. Wauw. Tijd voor een EBU-vlag. Nog weer een. Ja, ja. We gaan doorrijden. Ja. Hallo. Tot straks. Kieken bij Dijkstra, Griepskerk. Die gaan samen met Michielsen, Haaksel, Persen en Wikkelen. Nou, dat is wel super interessant. Dus we willen wel even zien. Dus ik zou zeggen, nog wel meer. Ze ben bij de Pasop, achter Olle Kerk is dat. De Hakseloor komt eraan en die spuit het als het goed is in de pers. Die pers maakt een bol van en die bolen worden wikkeld. En dat gaan we even bekijken hoe dat loopt. Dus gewoon er aan naartoe. Ja toch? Dat is straks. Het is hier niet zo ver van de oma. Moet hem opschieten. HUB. Het mooie Grunning hier, het Westerkwartier. Prachtig toch? Nou, we zien hem straks wel even. Voor mij zie ik ze. Ja hoor. De Klaas. En hier de Wikkelo staat een kloor. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ik kan ook wel even verder in. Ik hoop niet dat ik vast kom te zitten. Maar ik heb goede rubber onder het raad. Nou, we gaan het beleven. Even een shot van u de Hakseloor. Goeiedag. Goeiedag. Nieuw concept, hè? Nieuw concept dit. Sinds vorig jaar. En we zijn nou nog mooi bezig. Ja. Oh, er zit metaal in. Hier dat maar daar. IJzer. Ik ben ook wel van die flauwers die door een bierdakje in het oog zien. Ja, zeker. Ik heb ook gehoord bij over dat ze dat in de maïs komen drukken en zo. Bierdakjes in de wacht, maar ze maken er nog geen veerstang in zitten. Nee, precies. Komt best wel precies hoe dat een beetje mooi in de pers moet worden. Dit komt heel precies daar, want staat die plaat er ook in. Ja. Om een dating aan te spuiten. Dat je een mooie egale pakken krijgt. Ja, precies. Zit die snijroter van de pers, die verdeelt het wel wat, maar... Niet genoeg. Daarom hebben we de plaat ook uit midden staan. Juist.
Nou, dat ben ik al nog even te leggen, weet je. Man. Goed, hè? Gaat lekker. Oh. Nee, gaat even niet neer. Oh, we gaan hem niet neer? Ja. Oh, goed wezen. Tijd voor. Jongens, ook aan. Goeiedag. Mooi. We gaan even dineren. Diner, Alex? Diner. 5 gang. Minimaal. Minimaal. Lekker, man. Eet ze. Dank u. Niet filmen onder de eten, Peter. Oh. Niet filmen, vol hem op. Hartstikke mooi. Zeker. Wat voor kastjes zien we allemaal? De kronen? De kronen, de camera, de vochtmeter en de... Oh, de vochtmeter is nog rechtsboven? Dit is de vochtmeter. Oké. Okay. En deze is van de wikkelaar. Juist. En nou, de resetter. Zit ik in de weg? Nee, ja. Klein kindeltje, hè? Ja. Het is best wel de bedoeling om de ramen hem dicht te houden, denk ik, hoor, niet rijden. Wat een leep te honden te zijn. Wat moet van poetsen nou? Nou, zeg daar. Was het vader? Niet dat ik weet. Oh, ik zie een ooievaar hier allemaal lopen. Ja, dat is dat voor jou? Nee, ik heb al 2, dat is genoeg. Maar even kijken wat de axel onder. Ik ben best wel dikke zwarten, dus heel hard ritme hier op dit moment. Maar anders wordt het ook toch snel te vol, hè? En dan treft het er niet kwijt. En er zit een ploorboom op, puur om, dus, om links-rechts het pak goed vol te krijgen, links en rechts. Ja. Dat is het verhaal. Ja. En dit is nou met de hand af te stellen, maar wij heeft het normaal met cilinder, hè? Ja, klopt. Maar dan komt wel correct hoe het in de pers terecht komt. Met oog op de pakvulling. 5 centimeter is al verschil. Ja. Ja, en dan is gelijk weer 2 pak verder, hè? Maar je ziet er daar maar, je ziet er 2 pak lopen. Top. Mooi. Nou, straks meer. Thank you.
krijg ben je klaar hoor. Ja, ja, ja. De Magdalena weet net als nog steeds wat je had. Ja, dat maakt zo. Hij pakt alles. Alles. Als maar van ijzer is. Maar het is nu ook nog wel hard genoeg om zo even te wikkelen, dus daar gaan ze gewoon mee door. Mooi combi zo. Zoals ik zei, in mijn reacties, wauw. Nou komt Corné eraan, die gaat erin wikkelen. Dan gaan we straks ook even het pak bekijken en wat nou echt, hoe fijn het is gesneden en dergelijke. Komt u maar. Zo fijn is dit gesneden. Het is gehaksel. Ja, logisch. Maar zo strak zit dat, dat het pak niet uit mijn handen valt. Hè. Is onbegrijpelijk. De touw zit ergens hier. En de touw hem opzoeken. Hier is de touw. En je kan echt de vingers er amper. Een goed touw, daar krijg je om die blauwe vingers van. Nou, wacht even. Strak. Hier de zijkant zit zelfs nou, hartstikke mooi in elkaar. Het is een hele fijne. Even hier even zien. Het is heel fijn gesneden. Dat is het doel van dit pak. Ja. Onbegrijpelijk dat die pers dit in een pak in, als pak maakt. Hè? Snap ze niet. Dat dit toch bij mijn kop ligt. Nou, er komt een aan te wikkelen. Die zit nog morgen op mij te wachten. Kom maar. Ik denk dat ik aan de kabel, dan word ik ingewikkeld. Oh ja.
in de buurt. Peter. We zitten hier even op een pak. We zijn de hele dag een beetje aan het hakselen en aan het persen. Maar waarom doen we dat? Het voordeel van een gehakseld product in de bal, de koe kan niet meer selecteren. Er gaat meer gras in de bal ten opzichte van normaal persen. 20-30% meer gras. Ja? Ja, hoe stevig zit het pak in elkaar? Ik zie het touw niet eens. Ja, dat is ver weg, hè. Goeiedag. Ja, en de koe die neemt het makkelijker op? De koe is dat neemt ook makkelijker op, ja, hoe korter het product, hoe meer een koe ervan opneemt. Maar ja, dit is natuurlijk geen melkkoeienvoer. Dit is geschikt voor droge koeien, jonge vee. Okay. Ja, tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel bijgemengd, hè, in transoenstructuurrijke producten. Zoals graszaad, hooi, maar ook natuurhooi. Juist. Veel boeren hebben zelf natuurhooi, maar ja, dat wordt dan aan het ding, dan jong vee gevoerd. Door te haksel. Nu kan je het ook aan je melkkoeien voeren. Hoef je geen dure luzerne aan te kopen en Spaans gehamerd stro en al dat soort gekkigheid. Als ik boer ben en ik wil dit ook, wat kost me dat? Om ook dat met de loonwagen bespreken. Ja, dat kun je met mij bespreken. Ja, precies. Ja. Nou, het is per hectare niet eens veel duurder als traditioneel pers. Nee, want je gooit er meer in. Je staat veel meer in de bal. Ja. Ja, wat het precies kost, daar moeten ze me maar even over bellen. Maar, precies, dat kan altijd. Het is niet veel duurder. Ja, het is natuurlijk duurder per bal, maar per hectare is het niet duurder als traditioneel pers. Nee, oké. Juist. Nou, hier zit nou even geen folie om achter de pers, maar die moest nog even een beetje fine-tuned worden. Maar het zit nou zo stevig in elkaar, de wikkelaar die kan het goed oppikken. Dus. Ja, boeren willen steeds fijner in de bal, meer messen, ja, 30 messen of 35 messen in pers. Maar ja. Ja, dat kan nog niet tip aan gehakselproduct. Nee. Dat is helemaal anders. Ja. Nou jongens, heb je hem hier ook wat van geleerd? Ja. Ja? Tim ook? Ja. Niet te doen? Oh, door. Mooi. Een mooi t-shirt aan. Ja, Jan. Ja. Toevallig dat je in de langskamp hebt. Ja, gezellig zo, hè. Ja, mooi man. Nou, Alex, bedankt voor de interview. Graag gedaan, jongen. Op naar de volgende vlog. Ja, zo is. Je doet de persen is van jullie en het haksel laat je er met Gielsen doen, hè? Ja, een beetje samenwerking met. Juist. Nou, dan bereiken we bijna het einde van de filmpje. Gewoon nog één keer erbij langs klikken. Ja, dan. Vlog nummer 2. Ik zou zeggen, gooi die duim nog even weer omhoog als je dit ook leuk vond. En dan gaan we vast wat meer van doen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Nou nee, we hebben het wel gezien. Ze gaan nog even verder. Ga ik weer naar huis. Bij Jan maak ik ook een knip en plak en dit en dat. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. Mooi.